De volgende krans wordt gelegd voor alle burgers die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht of omgekomen in Azië als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld en uitputting. Mijn vader legt de krans uit eerbetoon en respect voor hen die het leven lieten, ook voor zijn vrijheid. Met name zij die in Zuidoost-Azië sneuvelden, waaronder vier van onze familie leken. Mijn moeder legt deze krans omdat haar vader samen met zo'n 5600 mensen is omgekomen toen het vrachtschip de Union Maru werd getorpedeerd door een Britse onderzeeboot. Mijn vader herdenkt al zijn omgekomen kameraden. Eugène Briette en zijn zoon.